Als ik het goed gezien heb, zag ik daar 156 voor plek 3. Nee. 131 plek 3. Ruben van Eekeren en de vierde plaats. Ik als uit de 4-2-4. En dat was Joey van den Kamp en de 156. Gewoon, die maakte nog even een laatste eindsprint. Maar helaas, hij had positie 5. En niet genoeg voor vandaag. Dan zitten we inmiddels in de superklasse. 6-7 jaar. En dan hebben we het over race 11. Nou, op de eerste kom, 154. Joris Simon, gevolgd door 145. Dat is Diego Becker. En ook in deze race geldt, de eerste vier mogen zich nogmaals melden voor de finale. Dus plaats 3 en 4 zijn ook belangrijk.